De basis van dit concept is eigenlijk die consistentie. De psychologie van de man. Ik heb iets moois, ik wil het weer. Joe Marino maakt kleding voor de man die gelooft in stijlvolle eenvoud. En ik ga in gesprek met de oprichter Ron Bekkers. Welkom bij CVD-TV. Ja Ron, zo las ik op de website. Dat klopt hè? De man die gelooft in stijlvolle eenvoud. Ja, zo eenvoudig kan het zijn. Ja, ja. Zo moeilijker moet het vooral niet maken. Nee. Leuk dat je er weer bent. Want 4 jaar geleden was je eerste optreden op CVD-TV. Toen nog in een andere studio. Voor mensen die daarin geïnteresseerd zijn, ik zet de link in de beschrijving voor later. Daar zei jij dat jij 4 jaar geleden 60.000 stuks truien, was het toen nog hoofdzakelijk volgens mij, verkocht. Zijn we gegroeid in die 4 jaar? Zeker gegroeid. Ja? Ja, we doen nu ongeveer, ik denk zo 150.000 stuks. Oh, dat is goed gegaan. Ja, daar zijn inmiddels wel ook zomerartikelen bijgekomen. Ja. T-shirts. Ja, want doen we het assortiment eens even op. Wat kan de man... Want de doelgroep is de man, hè? Alleen maar de man. En wat hebben we allemaal? We zijn natuurlijk begonnen met dunne truien, V-hals. Er kwam al snel een ronde hals bij. Vestje, een wat dikkere trui, een zip. Schipperstruien. Jassen heb je nu ook toch? Of jackets? Jassen doen wij nu ook sinds 1,5 jaar. Het is ook van wol. De rode draad is altijd wol. Er moet een wolcomponent in zitten. Waarom? Maar het Joe Marino. Hè? Dus, dat is het gewoon. Het Marino schaap. Ja. En dat maakt het leven ook wel makkelijker. Hoor. Anders kan het alle kanten, moet ik een katoenen polo gaan maken. Of wat dan. Wij doen alles van wol. En daar onderscheiden we ons ook wel in. En bijvoorbeeld in het begin zaten we natuurlijk ook een beetje te rommelen in de zomer. Dan zeiden we van ja, het is wel cool in de zomer, maar zo'n trui, ja, op een gegeven moment, het heeft zijn grenzen natuurlijk. Ja. Toen zijn we een lijn met t-shirts begonnen. T-shirts van wol, dat is echt ik denk 98% van de mannen heeft geen t-shirts van wol in de kast. Het is een bijzonder mooi product. Nou, dat zijn we gaan uitbreiden, steeds meer die lijn. Waardoor we nu ook in de zomer lekker draaien. Ja. En we hebben dus tegenwoordig ook wol en linnen overhemden. Dat is ook een leuk artikel voor de zomer. We doen ook boxershorts tegenwoordig, alles van wol. Maar ook hele dikke schipperstruien. Ja. Meet in Baanbrugge, dus van Nederlandse schapen. Sokken is echt een groot artikel voor ons geworden. En hoeveel mensen denken nog steeds dat als wol onderdeel ervan is dat je allemaal gedoe hebt met wassen en zo, dat het dan met de hand moet en zo? Ja, dat is wel een dingetje inderdaad. Want dat is niet zo, hè, voor duidelijkheid, toch? Nou ja, wij, al onze wol is machinewasbaar. Ja. Total easy care, zoals dat heet. Ja. Kan ook in de droger. Dat zeg ik nu en ik heb er al spijt van. Want ik wil eigenlijk niet dat het in de droger gaat. Daar slijt het eigenlijk sneller van. Nee, het kan gewoon in de machine, wolwasprogramma. En dan komt het best uit. Als je gaat zitten rommelen met handwas... Ja. Dan liggen er veel gevaren op de loer. Bijvoorbeeld dat het water te heet is. Dat er te veel zeep gebruikt wordt. Dat je gaat wringen. Dus gewoon in een machine, moderne machine. Dan kan het gewoon gewassen worden. En drogen mag, maar jij hebt de voorkeur dat die lekker even op de grond ligt te drogen. Ja, plat drogen. Ja, dat is eigenlijk het mooiste. Ja, dat is mooi. Ja. Als we kijken naar die groei trouwens, is die... Plan jij dat vooruit? In zoverre, laat ik zeggen, je noemt nu het aantal. Is dat verwacht? Is dat boven verwachting? Is dat onder verwachting? Of plan jij überhaupt niet vooruit? Hoe werkt dat? Even als commerciant? Ja, nee, wij plannen natuurlijk wel vooruit. Maar onze adagium is echt stabiele groei. Constante groei. Dus ik heb het vorige interview ook even bekeken. Ja. Toen zei ik ook tussen de 20% en 30% ieder jaar. Ja, we zijn nu 4, 5 jaar later en dat is ook gebeurd. Ja. We hebben een wat sterkere groei gehad in de coronatijd. Omdat wij online goed georganiseerd waren. Ja. Maar dus tussen die 20% en 30% ieder jaar. Nou, als je het een beetje uitrekent, dan kom je ongeveer op dat aantal. En dat gaat dit jaar ook weer gebeuren. Dus zo sta ik ook een beetje in de business. Ja. Wat ik wel mooi vind, en zometeen meer over de markt waarin jij opereert... en nog veel meer wat ik wil weten over je en over het bedrijf... dat is dat wat mij opviel, was dat er eigenlijk heel weinig veranderd is. Dat ik vond het echt opvallend. Ik denk van, jee, was dat 4 jaar geleden? Dus ik had eigenlijk een compleet andere website of een andere propositie... of alweer overgenomen of met andere merken erbij... of de hele filosofie al. Niets van dat al. Het is eigenlijk op het saaie af. dat bedoel ik dan maar even als compliment. Ja, ik vind dat zelf ook wel heel prettig gezegd. Ja, want ondertussen is er ook heel veel wel veranderd.
Maar dat zie je, laat zeggen, dan misschien niet van de buitenkant. Maar de basis van dit concept is eigenlijk die consistentie. Ja. En dus altijd hetzelfde. De psychologie van de man. Ik heb iets moois, ik wil het weer. En natuurlijk is het mijn uitdaging om die mannen af en toe een beetje uit zijn comfortzone te halen. En wat nieuwe dingetjes voor te schotelen. Ja. Nee, het assortiment is enorm uitgebreid. Ja, oké, dat is de grote verandering. Ja, en wat er echt verandert is dat wij... ik denk dit jaar voor het eerst meer spullen gaan verkopen in Duitsland dan in Nederland. Dus wij hebben echt, succesvol in Duitsland. Mm. Dat is niet vanzelfsprekend. Veel Nederlandse ondernemers denken er altijd zo van... Nou, het is succesvol in Nederland, dan zal het in Duitsland ook wel zo zijn. Dat is niet zo. Maar bij de Duitsers slaat dit goed aan. Dus juist die consistentie, dat het goed gemaakt is, dat het altijd hetzelfde is, dat de service achteraf klopt. Duurzaamheid is daar misschien nog wel een tikkeltje belangrijker. Dus we zeggen dat is veranderd. Nou, we hebben nog één of twee winkels erbij geopend. En inmiddels is natuurlijk ook, het is een... vorige keer werd er nog gesproken over een start-up. Het is een beetje een grapje gemaakt over mijn leeftijd. Ja. Dat je dus inderdaad ook wat ouder dat je in 20 hoeft te zijn om een start-up te starten. Maar misschien die leeftijd spreekt ook wel een beetje in mijn voordeel hier. Dat ik me ook niet al te gek laat maken meer. Want natuurlijk, er zijn allerlei momenten geweest dat we een andere kant op konden gaan. Noemen ze damesmode. Katoen. Of waarom ga je niet naar de USA? Noem maar op. Of waarom ga je niet toch opruimen? Wij doen nooit aan opruiming bijvoorbeeld. Ik heb dat allemaal kunnen weerstaan. Daar ben ik eigenlijk ook wel trots. Het maakt het leven ook wat eenvoudiger, eerlijk gezegd. Ja, je zou ook kunnen zeggen dat is een risico. Omdat, dat zijn natuurlijk van die ondernemerslessen die je leert. Hè, dat je altijd moet innoveren en veranderen. Want anders word je ingehaald door concurrentie. Ja. En stilstand is achteruitgang. En daar lijkt dit een beetje een contrast mee. Nou, laat zeggen, wat ik al zeg. Het is wel degelijk heel veel veranderd. Precies. Bijvoorbeeld de constante perfectionering van het product. Bijvoorbeeld die wasbaarheid. Het was in het begin was dat niet zo. Die hebben dus op alle artikelen zit er nu wasbaar. Daar zit echt wel wat ontwikkeling achter. Mm-hmm. En iedere keer kijken we weer bij een nieuwe order van kunnen we het product nog ergens verbeteren. Is het oranje streepje minder dominant of zelfs weg? Of heb ik nou, ik heb een beetje lopen zoeken. Ik zag hem nog wel ergens. Maar wat is de status van het voor de kijkers? Dat was in het begin echt een trademark ding. Ja. Nu niet meer zo, hè? Of ja, het is op sommige producten is het gewoon, bijvoorbeeld op een t-shirt of bijvoorbeeld op een polo-shirt met korte mouwen, is het gewoon niet mooi. Nee. En het is, ik word natuurlijk wel vrolijk van als ik het, vooral als het in de publiciteit, als wat de bekende mensen op televisie dragen, dan is het mooi. En je ziet natuurlijk niet de artikelen die ook van mij zijn en waar het oranje streepje niet op zit. Maar dat zijn inderdaad steeds meer. Dat wil niet zeggen dat wij daarmee stoppen, maar we doseren het wel, want het kan niet alleen maar het oranje streepje zijn. Dat is ook. Ik denk dat de gemiddelde man die wil dat ook niet. Nee. Die wil niet een uithangbord van een merk zijn. Nee. Nee. Even over de business. Concurrentieveld zometeen. Maar eerst eens even. Je noemt net even Duitsland. Jij bent geen retail. Jij bent een e-commerce bedrijf, hè? Ja. Of hybride. Want je legt dat eens uit. Hoe is jouw strategie daaromtrend? Want je hebt wel een paar winkels, maar ook niet veel. Wat is de rol van online en offline? Ja, van het begin af aan. In het begin wilden wij alleen maar online zijn. Al snel bleek dat dat eigenlijk moeilijk is. Dat een winkel je wel kan helpen. Ja. Wij willen 70% online doen. En 30% in winkels, onze eigen winkels. We verkopen het verder nergens. Nee. En dat doen we op het moment. Dus naarmate de online business groeit, is er ook weer plaats voor een winkel. En die winkel hebben wij echt nodig voor, buiten het feit dat de winkel ook winst maakt, hebben we die winkels ook nodig om onszelf te laten zien, in de positieve zin van het woord. Daar bieden we service. Daar kunnen mensen passen, voelen. Is super belangrijk. Mm-hmm. Ook om bijvoorbeeld retouren te reduceren. Ja. Is in de e-commerce natuurlijk ontzettend moeilijk. Ja. Vooral in de kleding. Ik ben heel trots op onze retourpercentages.
Omdat die maatconsistentie, hè, dat gaat vooral om de productie, maar ook mensen die het eenmaal weten of in de winkel zijn geweest, dat ze weten welke maat ze hebben. En als er een nieuw model komt, dat ze ook weer dezelfde maat kunnen kiezen. Als ze nog steeds zelf dezelfde maat hebben. Ja. Nou, als ik over vorige interview was ik nog L, ik ben nu echt wel een XL geworden. En daar wil ik het ook bij laten, ja, gezegd. Ja. Maar dat klopt, dat is een groot voordeel. Heeft de offline winkel ook een 1-op-1 effect op de online handel? Dus of jij, als jij ergens actief bent en je opent daar een winkel, zie je dat ook online terug dan in die regio? Ja, zien we terug. En het mooiste voorbeeld daarvan is eigenlijk, hebben wij een tijdelijke winkel gehad in Haarlem. Die hebben we weer gesloten. En eigenlijk is sindsdien Haarlem de plaats in Nederland waar we per 100.000 inwoners het beste business doen. Dus die mensen hebben kennis gemaakt in de winkel, toen was die winkel weg. En toen zijn ze online verder. Dus je moet eigenlijk pop-up stores gaan doen. Dat doe ik al. Ja. Dat je dat als bekend, als een soort in fase 1 en daarna als introductie en daarna weer verdwijnen. Ja, hè, want ik heb ooit een faillissement meegemaakt. Toen had ik ook een aantal winkels. En toen winkelieren is niet mijn hobby. Want? Nou, het is veel gedoe. Ik vind het ontzettend leuk om een winkel te hebben, in contact te zijn met klanten. Is heel zinvol, ook met productontwikkeling, et cetera. Ik vind het ook heel fijn om mensen daar gelukkig met die producten te zien. Maar ook als ze met klachten binnenkomen of ideeën binnenkomen, is het ook leuk. Bovendien, in de winkels bied ik ook reparatieservice bijvoorbeeld. Dus die winkels moet ik wel hebben, maar ja, goed, je hoeft de krant maar open te slaan, heden ten dagen. Alles zit in de negatieve, perfecte storm voor winkeliers. Ja. Dus met alle wat kosten. Wat vind je daarvan als toch wel iemand die waanzinnig veel jaren ook in die wereld heeft rondgelopen? Ja, ja, goed, er zijn te veel winkels. Maar wat mij dan, ja, dan toch wel altijd een beetje aan het hart gaat, is dan bijvoorbeeld de huurindexering. Mm. Dat is dan echt iets, ik hoor het veel om me heen natuurlijk, ook waarin... Ja, dat wordt wel met enig gemak wordt dat allemaal bij die winkelier binnengeschoven. Mm. Maar goed, zo is de wereld. Het saneert vanzelf. Maar is de belangrijkste oorzaak dat jij zegt dat er eigenlijk gewoon feitelijk veel te veel winkels zijn? Ja, ik denk het wel. Ja. Wel met het online speelveld nu. Als ik gewoon even kijk naar in mijn eigen gezin. Als ik mijn vrouw en dochter zie. De eerste oriëntatie is toch altijd online. Ja. Vroeger ging je even lekker de stad in of zo. Dat gebeurt weinig. Mm-hmm. Klopt. Als we kijken naar het online speelveld, is er wel wat gebeurd, hè, de afgelopen 4 jaar. Want je was een van de eerste volgens mij die met een soort van single product en direct to consumer en gewoon goed die flow op orde van e-commerce en duidelijke branding. En nu struikel je over die gasten en ik kan wel 10 merken zo noemen. Ja. Wat betekent dat voor jouw handel? Ja, het is. Ik zie het ook gebeuren en je ziet er tientallen, maar er zijn natuurlijk honderden en die dan niet van de grond komen. Maar er zijn een aantal grote spelers bijgekomen die heel aanwezig zijn. Maar is het positief? Want je kan het op 2 manieren naar kijken. En ik ben benieuwd wat de waarheid is. De ene is, het is concurrentie en dat kost mij handel. Het tweede is, de markt wordt in zich heel veel groter. En daar profiteer ik ook van mee. Ja, ik weet het niet. Ik doe gewoon mijn ding. Ik ben heel gespecialiseerd op wol en op een bepaalde verfijning. En in het begin was ik misschien nog wel bang. Ik denk, als iemand nou precies hetzelfde gaat doen als ik ga doen, dan en die gaat iets goedkoper zijn en die gaat meer geld in communicatie stoppen, wat is er dan van mij? Ik ben daar niet meer zo bang voor. Ik heb gewoon trouwe klanten. Ik zie ze vaak terugkomen, ook online. Ik vertrouw ook een beetje op de man als zij tevreden zijn. En ik ben goed voor ze, dan zie ik ze wel terug. En ik help ze een beetje met wat innovering, wat verjonging misschien. Dan gaan ze niet zomaar weg. Want hoe doe je dat? Want ik ben een soort van doelgroep. Dus, en ik herken dat enorm, dat als ik op een gegeven moment ergens en ik heb een hemd en het zit lekker, dan ben ik, gemak is alles, weet je wel. Ja. En zeker als ik zeker weet dat als ik weer een hemd koop, dat hij ook net zo groot is en net zo breed. Ja. Maar hoe zorg jij goed voor jouw klanten? Hoe uitzicht dat? Zeg maar, heb je daar programma's voor of hoe doe je dat? Nou, bijvoorbeeld door bijvoorbeeld heel consistent te zijn in die maten. Dus als je het bestelt, dat het weer precies hetzelfde is. En dat lijkt makkelijker dan dat het is. Het is gewoon schaap is een natuurproduct. Dan komt het uit Australië, dan uit Nieuw-Zeeland. Dan hebben ze een leuke zomer gehad. Het lijkt wel wijn. En dan is het ook nog maar de fabriek wat gemaakt wordt. De spanning van de machines, de mensen die eraan zitten te werken.
Dus dat is één. Ik probeer daar heel consistent. Ik ben echt een maatterrorist, zou je kunnen zeggen. Ja. Mensen worden af en toe gek van mij, maar dat is de basis van mijn business. Ja. En ik probeer ze ook te helpen bijvoorbeeld hun spullen te onderhouden. Ook belangrijkheden ten dagen. Duurzaamheid is vaak ook dat je wat langer met je spullen doet. Ja. Ik bied een gratis reparatieservice. Ik help ze ook met hoe of voorkom je dan dat je motten in je kleding krijgt. We hebben bakken en speciale wat instructies daarvoor hoe je dat kan voorkomen. En als er klachten zijn, dan los ik ze op. En dan ben ik heel gul in, om het zo te zeggen. Ik probeer de klant ten alle tijden te houden. En is e-mail het kanaal dan? Langs je communiceert? De bestaande klanten? Ja? Ja. Onze nieuwsbrieven doen we één keer in de twee weken tegenwoordig. Ja. Ook daar willen we niet met lulverhalen komen, om het zo te zeggen. Nee. Het is niet van woensdag truiendag. Ja. Dus gewoon als we iets leuks hebben, iets nieuws hebben. Woensdag truiendag. Ja, ik zie af en toe mails voorbij komen. Ik denk, ik word niet meer serieus genomen. Maar, bij Joe Marino zeker niet. Dat is een hele goede, dat is ook de respons is daar goed op. Mm-hmm. En ik adverteer natuurlijk in binnen- en buitenland. Maar ook dat wil ik een beetje binnen de perk houden. Ik wil het nooit door de strot duwen. En online natuurlijk doen wij ook aan wat bannering en social. Maar niet, ik heb een site bezocht en wordt vervolgens een week lang gestalkt op allerlei kanalen. Ja, wat de strategie van anderen wel zou kunnen zijn. Ja. Luister, een paar dingen wil ik nog een beetje behandelen. Eén, de internationaal vind ik interessant, maar ook je hebt al een paar keer duurzaamheid genoemd. En de organisatie ben ik ook benieuwd naar. Want jij zegt best wel vaak ik. Dat maakt het heel persoonlijk. Maar ik ben echt benieuwd wie er allemaal nog achter die ik zit. Maar laten we beginnen met dat duurzame. Wat betekent duurzaamheid voor jou? Dat is natuurlijk een woord beladen. Ja, je wordt er af en toe gek van duurzaamheid. Ja, ja. Nou ja, goed, kijk, ik vind duurzaamheid betekent voor mij het zou een soort van zelfsprekendheid moeten zijn. En dat is het voor mij ook om dingen goed te doen. Dus om goede keuzes te maken. Dus om met goede mensen te werken, goede partners te hebben. Dus waar, als je dan ziet op waar we onze wol kopen, onze garens kopen, onze fabrieken, maar ook de mensen zelf. Het moet vanzelfsprekend zijn dat het allemaal in orde is. Dat die mensen op hun vlak presteren, excellent zijn, ook weer goede keuzes maken. Ik zou niet bijvoorbeeld dierenleed, zou ik niet aan mijn broek willen hebben hangen. Maar net zo goed, in de fabrieken moeten gewoon de mensen netjes behandeld worden. Staan die fabrieken ver weg of dichtbij? Of? Het grootste gedeelte doen wij in China, mm-hmm. maar wel heel erg dicht bij ons. We zijn er regelmatig, nu even een paar jaar niet, maar nu net weer wel. Ja, dat is de reden dat ik het vraag, want als je dit soort overtuigende claims maakt, zou ik dan als ik jou was, zou ik dan ook echt alles in die keten willen weten. Ja. Maar dat weet je dus. Ook. Het zijn echt vaste partners. En dat maakt het ook een beetje spannend in corona natuurlijk, dat je er weinig kon zijn. Maar dat was ook wel weer mooi. Want toen bleek echt de waarde van vaste partners. Dat het gewoon door kon gaan zonder dat ik zelf regelmatig was. Ja. Nee, maar dat is zo vanzelfsprekend. Zij denken ook daarin mee. Maar ook in productontwikkeling denken ze ook mee. En er zijn zoveel misverstanden over ver weg productie. Ik denk dat ik het niet eens. Ik bedoel, dat ligt zo genuanceerd. Hoog technologisch, dat zegt de ontwikkelingen daar. Hè, bijvoorbeeld, wij doen steeds meer op 3D-machines. Dat wil zeggen dat de machine eigenlijk bijna de hele trui maakt. Weinig handen aan het was. Is ook wat duurzaam. Op basis van een digitaal ontwerp. En dan, digitaal ontwerp. En dat is ook wat met minder afval eigenlijk ook. Die fabrieken helpen ons daar echt mee met die ontwikkelingen ook. Maar duurzaamheid zou je, de echte activistische duurzaamheidsfiguur, die zou kunnen zeggen, maar uiteindelijk moeten we gewoon met z'n allen minder consumeren. Maar dat is natuurlijk lastig als ondernemer, vind ik, toch? Dat je aan de ene kant snap ik dat. Ja, dat is de million dollar question natuurlijk. Ja. Kijk, wij zijn natuurlijk op al die aspecten. We hebben ongeverfde lijn. We hebben een lijn die wordt in Nederland gemaakt. We helpen met die reparatie. Wij helpen vooral door niet op te ruimen, dat mensen niet te veel kopen. Hè. Als je zou zeggen, want daar zit natuurlijk de crux. En dat is bij damesmode misschien wel iets meer dan bij herenmode. Dat constante drang om iets nieuws te kopen. Ik denk als je onze collectie zo bekijkt, dat wordt ook echt essentials zijn. Dus daar moet je gewoon een tijdje mee kunnen doen. Ja. Moet je zelf wel goed voor zorgen ook. En die drang onderdrukken om steeds iets nieuws te kopen. Aan de andere kant is natuurlijk als ondernemer,
Ik zeg net, ik wil tussen de 20-30% groeien per jaar. Ik denk dat het een verstandige groei is. Ja, soms is het een soort spagaat natuurlijk. Ik heb een nieuwe kleur, wil ik aan mijn vaste klanten laten zien. Is dat nou duurzaam? Ja, ja. Aan de andere kant denk ik, ja, als je dan de keuze moet maken van koop een trui bij mij of koop een trui bij een concern waar het 3 maanden later voor de helft van de prijs verramst wordt. Ja. Misschien moet je dan wel bij mij kopen. Ja, het blijft inderdaad blijft een raar spanningsveld. Ja. Je zegt verkoop je nu al meer in Duitsland dan in Nederland? Zei dat nou? Ja, dat gaat dit jaar gebeuren, ja. Wat betekent dat voor de organisatie, voor de focus? Want dat is best een groot land. Ja, en het is ook wel een bijzonder land in die zin. Bijvoorbeeld wat het betekent dat bij ons op onze customer service spreken ze Duits ook. En voor zover ze dat niet doen, gaan ze naar het Goethe-instituut om de hoek. En dan leren ze dat toch wel zo snel mogelijk. Ja. Duitsers vinden het belangrijk om in de eigen taal te woord gestaan te worden. En we gaan nu over een maand een nieuwe winkel openen in Keulen. En we waren bezig met een winkel in Hamburg. Dat is een beetje on hold. Dus ik kijk ook wel naar wat... En wat ook nog leuk is, buiten Duitsland doen we het heel goed in Oostenrijk. Dus die krijgen we er een beetje gratis bij. Dat is een toevalstreffer. Ja. We hebben een goede mediapartner daar. En dat zie je hoe belangrijk dat is. En Wenen zou ik nog wel een leuke winkel willen openen. Ga ik er een halfjaartje wonen. Voor de business. Ja, tuurlijk. Ja. Maar er zijn nog meer landen die op je vizier staan? Als het gaat om groei of internationalisering? Nou, we hebben een Franse website. Dat doen we alleen maar online. We gaan nu een Spaanse website openen. Maar voor wat mij betreft zou ik zeggen... ik heb nog zoveel te doen in Duitsland, Oostenrijk, Nederland, België. Ik ga me daarop concentreren. Ja, ja. Het maakt het ook wel makkelijker, eerlijk gezegd. Ja. Wie is ik? Want het is niet jij alleen. Nee, dat ben ik. Nee. Nee. Hoeveel mensen werken? Nee, hoe groot is de organisatie? Nou, wij werken nu, maar er zit natuurlijk veel, laat zeggen ook part-time, winkelpersoneel bij. Ja. Ik schrok me laatst dood bij het kerstdiner. Daar zaten opeens zo'n 60 mensen of zo. Hey. Ja. En allemaal goede mensen. Hè? Ja, ja. Nee, ik zeg, wij doen natuurlijk, en dat is wel leuk ook. Ik heb 3 jaar geleden mijn partner uitgekocht. Waar ik mee, en daarom praat ik dan uit het verleden vaak over wij. Ja. En die heb ik vervangen eigenlijk door 20, wij noemen het Friends of Joe. Dus zijn aandelen heb ik gekocht en heb ik vervolgens verkocht aan 20 vrienden die ieder 2% hebben gekocht. Maar dat zijn mensen die werkzaam zijn bij Joe? Of? Nee, dat zijn mensen die het leuk vinden. Een soort closed crowdfunding systeem-achtig. Ja, zoiets, ja. Zoiets. Oh. Ja. Maar is dat ook een manier, even ondernemerstechnisch, omdat je... Want 4 jaar geleden zat die partner er nog wel in, hè, waar je het samen mee bent gestart. Ja. Dat was ook de financieringsmethodiek om die partner uit te kopen dan, die 20 mensen. Ja. Ja, onder andere. En de bank heeft daar nog een beetje in meegedaan. En ik heb zelf ook nog wat aandelen kunnen houden, extra kunnen bemachtigen. Okay. Maar kijk, dat hebben die friends, die bemoeien zich eigenlijk helemaal niet met het bedrijf. Leid of nee. Maar wat ik natuurlijk wel merk, is dat het team... ik heb werk met veel jonge mensen. Mm-hmm. Ik ben zelf nu 61 jaar. Mm-hmm. En daar in die zin is wij steeds belangrijker, want... naarmate het bedrijf zich ontwikkelt, is ook de expertise steeds belangrijker. E-commerce mensen, bijvoorbeeld maar ook productie, ook customer service, retail manager, public relation. Het komt allemaal op ons pad, finance. Ja. En daar heb ik eigenlijk wel een goed team. En die kunnen ook, als ik nu een weekje wegga, dan waar ik het verleden nog wel eens dacht van, gaat het allemaal wel goed? Heb ik nu geen enkele twijfels. En draait gewoon door. Ja. Kun je iets vertellen over waarom die partner eruit is gegaan? Want dat zijn vaak van die leermomenten, of is dat gevoelig? Ja, nee, helemaal niet hoor. Nee, wij zijn samen begonnen en we hebben enorm veel lol gehad. En echt de mooiste dingen meegemaakt om die tent van de grond te krijgen. Mm-hmm. Dat succes hebben we echt gedeeld, hebben we ook van genoten. Maar op een gegeven moment groeit dat uit elkaar. En zoals dat vaak gaat. En we zijn in principe, hebben 2 maanden geleden nog leuk met elkaar gegeten. Ja, er is contact. Er is contact. En hij is zijn eigen weg gegaan. Hij geeft nu les op een HBO, economie. En iets heel anders. En ik geloof dat hij daar heel gelukkig in is. Eind goed, al goed. Terwijl het proces misschien soms best lastig was, kan me voorstellen. Dat is altijd, ja. Altijd, ja. Wat zijn nog meer, als je naar terugkijkt, want je hebt een lange historie al als ondernemer.
Wat zijn, kun je nog eens een paar, ook voor de kijkers interessant, zeg maar, wat zijn nou sleutelmomenten geweest als jij nu terugkijkt, dat je denkt van ja, dit waren voor mij belangrijke momenten? Ja, ik denk ook dat ze alleen verder gaan, hè, zonder, ja. Zonder mijn partner. Dat was ook, ja, dat is natuurlijk dat wat je net zegt, dat is lastig natuurlijk. Ja. Het eerste moment is natuurlijk enorm belangrijk geweest om het gewoon om te zeggen, oké, maar we gaan het doen. Hè, want ja, nu terugkijken en zeggen, jeetje, mooi zeg, mooi bedrijf, prachtig, schouderklopje. En we hebben het er altijd over, feesten en partijen beginnen men altijd weer over die truien. Mijn vrouw wordt er af en toe gek van. Maar nee, dus dat is echt om het van de grond te krijgen. Dat was echt een. Dat was lastig. Het was ook niet. Het moest ook wel goed zijn. Het was, zat ook niet in de fase van mijn leven dat ik daar nog veel paden kon gaan lopen die dan niet zouden lukken. Het moest wel goed zijn. En je moest ook echt geld verdienen ermee. Ik moest echt geld verdienen. En dat was natuurlijk de eerste 2 jaar gewoon heel lastig. Mm. Maar laat zeggen, na 3 jaar konden wij wat management fee krijgen. En wij hebben eigenlijk vanaf het begin ook winst kunnen maken. Ja. Gaat weliswaar allemaal weer in het bedrijf, maar met liefde. Je kan je voorstellen, naarmate het assortiment uitbreidt, heb je ook meer voorraad nodig. Ja. Maar goed, dus gestage groei, altijd winst gemaakt. En dat gaat dit jaar ook weer gebeuren. En lessen, sleutelmomenten uit het verdere verleden, die jou getekend hebben als ondernemer? Ja, dat is misschien wel... Ik heb een faillissement meegemaakt en dat dacht ik ook van misschien dat ik te lang bleef hangen. Of dat ik dingen dat ik me toch liet afleiden door wat andere mensen dan vonden. Ik had toen ook wel een concept in mijn hoofd. Daar heb ik me een beetje van af laten leiden. Dus als dit naar de donder gaat, Joe Marino, dan heb ik het zelf gedaan. Maar is dan een les dat je sneller knopen moet doorhakken, ook op momenten dat het slecht gaat? Dat je niet te lang moet hangen in iets wat niet goed is. Ja, precies. Ja, ik vind dat nu vaak zo pijnlijk. Ja, ik heb daar nooit de details van. Maar op het moment van de opname is nu Shubi weer in het nieuws. En dan denk ik van, ja, hoe lang moet je eraan blijven trekken? Maar goed, ik ken de cijfers niet en ik weet het niet. Maar dan denk ik ook soms van, oh. Ja, dat is een hele akelige periode. Want dan gaat het al een tijdje niet goed. En daar gaat altijd heel veel leed aan vooraf. Ja. Ik heb dat zelf ook meegemaakt. Dus je kan zeggen, het is doorzettingsvermogen. Misschien is het wel een beetje gebrek aan moed om een andere kant op te gaan. Ja. Dat is het dan ook wel, ook wel soms. En dat denk ik ook wel eens aan. En ik vind ook wat ook een leermoment is, het altijd doorgaan. Dus niet te veel blijven hangen en van wat er allemaal dan mis is gegaan. Of een beetje. We gaan gewoon kijken naar de toekomst. Naar het product, we kijken naar nieuwe modellen, we kijken naar nieuwe kleuren, nieuwe markten. En we gaan door met de ontwikkeling. Want je zegt net over concurrentie bijvoorbeeld. Ja, ik kan hele dagen me daar druk over gaan maken of wat dan ook. Of kan ik daar angstig voor zijn? Dat is... Brengt John Marino niet verder. Nee, waste of time. Ja. 61 ben je nu, jong en wild. Hoe ziet de toekomst eruit? Want het bedrijf kan zonder je, schetsen je net. Dus je kan het ook, private equity ligt wellicht op de loer. Of in ieder geval, die zijn behoorlijk actief overal. Wat zijn de toekomstplannen? Ja, goeie vraag. Ja, daar zit je, daar ben je mee bezig. Goeie vraag. Ja, daar ben je nog niet uit. Nee, ja, god, dat zijn dingen natuurlijk waar ik over nadenk. Kijk, wat ik niet wil, is dat ik zo'n oude baas word. Die een beetje door zijn eigen bedrijf loopt te klagen. Mm-hmm. Dus ik wil eigenlijk verantwoordelijkheden steeds meer delegeren. Ik denk dat ik nu nog wel te belangrijk ben voor het bedrijf. Maar dat als ik kijk naar 3 jaar geleden is dat een stuk minder. Nou, dat proces wil ik een beetje voortzetten. En kijk, van het begin af aan hebben natuurlijk mensen wel aan de deur gerammeld voor investeringen. Tot nu toe is dat niet gebeurd. Mm-hmm. En ik weet niet wat er... kijk, op... Of ik er open voor sta, op een bepaalde manier wel. Maar het hoeft van mij niet. Maar ik kan natuurlijk een paar paden, laat ik het concreter maken. 1, je haalt private equity naar binnen. Met het commitment dat je nog minimaal 5 jaar volle bak, alle hands aan dek en you're the man. Geen concessie. 2 is doorgaan zoals je nu doet. En langzaam afbouwen, noem ik het maar even. Ja. 3 is gewoon de hele tent verkopen binnen nu in 2 jaar. En Ajuron en
hang het maar aan de willige, gaan we naar Miami of naar... Ik denk alle drie is heel erg afhankelijk van hoe die partij er dan uitziet. Ja, ja. Want het is natuurlijk mijn kind en het moet in goede handen zijn. En ik weet, de realiteit is vaak anders natuurlijk. Hè? En dan gaan ze toch een andere kant in, et cetera. Ik kan ook niet over mijn afscheid regeren, om het zo te zeggen. Maar heel erg afhankelijk van de partij. Ik moet je eerlijk zeggen, ik ben nooit zo gecharmeerd van mensen die er eigenlijk een beetje de ballen verstand van hebben. Mm-hmm. Dat raakt bij mij iets, dat word ik een beetje naar. Mm-hmm. Die dan ook maar wat zeggen en dan ook dan zo'n toekomst schetsen. Denk je, ja, maar what are you thinking? Ja, maar er zijn natuurlijk ook partijen die ook uit die hoek komen, die ook met meer liefde en geduld in deze business zitten. En ik denk dat ik het daar veel meer moet zoeken eigenlijk. Ja, ja. Ik ben heel benieuwd waar je over 4 jaar staat, Ron. Voorlopig ben je nog absoluut niet die oude boze man die volgens mij door de gang heen wandelt. Dus je hebt nog wel even te gaan. Mag ik jou danken voor het prachtige Joe Marino verhaal, Ron Bekkers. Dank je wel dat je mijn gast was. Nou, jij ook bedankt. En dank je wel voor het kijken naar weer een prachtig ondernemersverhaal zoals ik hier op CVD zo graag maak. En heb je zitten luisteren naar de podcast, ook dank je wel voor het luisteren. En zit je daar te luisteren, abonneer je op de podcast. Zit je op YouTube, abonneer je dan hieronder. En vind je dit soort gesprekken leuk? Blijf hangen over 2 seconden, 2 nieuwe. Voor nu, dankjewel. Hoi.